Stikstof is een chemisch element met symbool N. We kennen het vooral als stikstofgas. 80% van de lucht bestaat uit stikstofgas. En dat is prima, want het leven op aarde is daaraan aangepast. Soms gaat stikstof verbindingen aan met andere elementen. Bij vulkaanuitbarsting bijvoorbeeld gaat stikstof binden met waterstof en dan krijg je ammoniak. Of stikstof kan ook reageren met zuurstof. Dan krijg je stikstofoxiden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het bliksemt of door bodembacteriën. En dat stikstofoxide kan dan verder reageren tot nitraat. Ammoniak en nitraat zijn in C goed voor heel wat planten, want ze gebruiken die stoffen om te groeien. Maar door uitlaatgassen van auto's en industrie is de hoeveelheid stikstofoxide in de lucht enorm toegenomen. En ook de hoeveelheid ammoniak in de lucht is gestegen. In de uitwerpsel en urine van varkens en koeien zit ammoniak. Dat teveel aan gebonden stikstof, dus die ammoniak en nitraten, zorgt ervoor dat sommige plantensoorten veel te hard groeien en gaan domineren. Andere planten kunnen er dan weer niet tegen en sterven af. Sommige planten kunnen hier op een duur niet meer groeien en dat betekent minder diversiteit en een verstoord ecosysteem.